Ik neem je mee bij mijn voorbereidingen voor een vaarttochtje op 19 juni 2016. Vanuit Westerschelling wil ik over het Wad naar Nes op Ameland. Mijn boot heeft een diepgang van 120 centimeter. En ik vaar gemiddeld 5 knopen. Ik wil niet in het donker varen. Ik gebruik een digitale kaart. In dit geval de 1811 die ik lees met behulp van het softwarepakket van WinGPS. Die kaart toont de kaartdieptes ten opzichte van lat. Ik gebruik het slimme programma QuickTide om te bepalen vanaf welk moment en tot wanneer ik een ondiepte kan passeren. Ik begin met het raadplegen van de actuele informatie op de site van Nauting. Eerst de boeien. In het te varen gebied zijn deze maand geen boeien verlegd. Dan ga ik naar de informatie in mijn gebied. Ik zie dat er een alternatieve route voor de blauwe balg is uitgelegd over de waardgronden. Het weerbericht dat ik via meerdere bronnen heb beluisterd, voorspelt een windkracht 3 uit het zuiden. Het lijkt er dus op dat de route bezeild is. De brandaders meldt geen verhoging of verlaging. Het was de afgelopen dagen rustig weer. De golfjes stellen niet veel voor. Dat betekent dat ik me geen zorgen hoef te maken over een geringere waterdiepte in het golfdal. Op de kaart bestudeer ik de route. Vanaf Nes terug naar Terschelling. De reegeul heeft een drempel. En ook in de haven toont de kaart geen wit. De minste diepte ligt volgens de kaart bij de ingang van de reegeul en toont 70 centimeter water boven lat. Met mijn diepgang en een veiligheidsmarge van 30 centimeter wil ik de drempel passeren als het tenminste 150 centimeter onder de kiel staat. En ik zie dat ik 2 ondieptes moet passeren, de blauwe balg en de oosterom, en ik zie de dieptes op de kaart aangegeven. Met een streepje eronder geeft het aan dat bij lat die plek droog valt. De pijl geeft de boeienrichting aan, dus van west naar oost moet ik de rode boeien aan de linkerhand houden. Ik las over de alternatieve route over de waardgronden. Maar die ligt te scherp in de wind, dus daar kies ik niet voor. Misschien leuk voor de terugweg. Mijn kaart is van 2015 en waarschijnlijk zijn de gegevens van veel eerder. Laten we QuickTide raadplegen. Van alle relevante passages wordt in QuickTide de laatste gepeilde diepte bijgehouden. Ik kies bovenaan de tab Ondiepte passeren. En ga naar Ameland, naar de jachthaven. Oeps, de geloofde diepte is maar 48 centimeter, dus ruim 20 centimeter minder dan de kaart aangeeft. Dus er is wel wat verzanding. Ik controleer eerst of de uitgangspunten voor het rekenwerk door QuickTide goed zijn ingevuld. Er is geen afwijking van de waterstand. De diepgang is 120 centimeter en mijn minimale kielspeling heb ik op 30 centimeter ingesteld. Ik lees in de tijdbalk af dat ik voor circa 3 uur binnen moet zijn. Dat kan ik natuurlijk noteren, maar ik kan ook op het icoontje links onder de tijdbalk klikken. Dan doet QuickTide het voor me. De laatste ondiepte voor de reegeul is de blauwe balg. Hoe laat kan ik daar overheen? In de tijdbalk
zie ik dat ik daar tussen 7 uur en 10:15 overheen kan. Daarvoor moet ik over de Oosteromwantij. En daarvoor moet ik de ondiepte bij O24 passeren. Ik zie dat de Oosterom mij goed gezind is met betrekkelijk lange passagevensters en dat de blauwe balg de kritische noot is in mijn vaartplan. Ik wil daar om 11 uur overheen zijn. Hoe laat moet ik dan losgooien? Ik schat de te varen afstand tot het einde van de blauwe balg. Dat is ruim 16 mijl. Ik wil wat veiligheid hebben en kies ervoor om daar 3,5 uur voor te rekenen. Dus ik gooi om 7:30 los en ben ruim op tijd in Nes om daar een plekje te zoeken. Heb ik stroom mee of tegen? Om 10 uur is het hoogwater op het Wantij. Tot het hoogste punt wat stroom mee en daarna stroom tegen. Zo gaat het op het wat als je over de Wantijen wil.